Onze zomers in Brussel die gaan in de toekomst steeds warmer worden. En dan zijn er een paar goedkope oplossingen om de opwarming in je eigen appartement tegen te gaan. Maar helpen die wellicht? Zilverpapier is eigenlijk geen goede hack. Toch niet als je het langs de binnenkant kleeft. Wanneer de zon op je ramen schijnt, kan die warmte van de zonnestralen veel gemakkelijker naar binnen dan naar buiten. En daarom zijn gordijnen en zilverpapier langs de binnenkant geen oplossing. Want zodra die zonnestralen binnenkomen, blijft die warmte vasthangen in je huis en daardoor wordt je huis een oven. En die warmte kan je buiten laten door te ventileren vanaf wanneer het buiten frisser wordt. Maar wat de meest efficiënte oplossing is om het binnen niet te hard te laten opwarmen, is door de warmte buiten te houden. En daarvoor zijn er verschillende alternatieven. Rolluiken, hangplanten, lamellen of gewoon oldschool opgerolde zonnetenten, zolang ze maar buiten hangen. Dit soort alternatieven zijn veel beter dan overal airco-systemen te plaatsen, want zo'n airco-systeem verbruikt heel wat energie en stoot ook nog eens de warmte uit, wat de stad op hete dagen nog heter maakt. Conclusie. Voor volgende zomer, om het binnen koeler te houden, moet je buiten iets installeren zodat de warmte niet naar binnen kan komen. En heb jij nog een vraag over Brussel? Stel ze dan op brussel.be en dan gaan wij misschien voor jou op zoek naar het antwoord.